Mijn naam is Sebastian Overdijk, ik kom uit Vlijmen en mijn bedrijf heet Het Taartmoment. Ik maak eetbare kunst met een persoonlijke touch. Mijn vraag is, ik werk nu vanuit huis en wil graag een winkel op locatie. Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Ik ben met mijn bedrijf begonnen als hobby. Ik wilde gewoon speciale taarten maken voor speciale gelegenheden. We willen het gewoon taarten maken die persoonlijk op de mensen slaan. Dus de mensen kunnen dan kiezen wat voor thema ze willen. En in dat thema maken we dan een taart. Dus daar wordt hij heel persoonlijk van. Ik doe dit nu 2 jaar officieel thuis. Maar het wordt steeds drukker. Mijn klanten komen steeds verder weg. Ik krijg er steeds meer bij. Dus het wordt nu een beetje krap. De kasten, alles staat vol. Mijn plannen zijn om een eigen winkel te beginnen. Waar de klanten ook naartoe kunnen komen. Waar ze koffie kunnen gaan drinken. Met een stuk taart, vers gemaakte taart. Waar ze ook kunnen zien wat we maken. Hoe we het maken. En dat ze daar ook eerst kunnen proeven en vervolgens mee naar huis kunnen nemen. We hebben er wel een beeld hoe we het willen. Maar ja, als de werkelijkheid dichterbij komt, ja, dan wordt het wel steeds moeilijker natuurlijk. Het is natuurlijk wel veel groter. Je moet personeel aannemen. Hoe het dan precies in zijn werk gaat, dat weten we ook nog niet precies. Ik merk dat je een heel gepassioneerde ondernemer bent die heel erg met zijn echte vak bezig wil zijn. Nou, ja. Het is goed om dan een plan te gaan schrijven, een ondernemersplan. Daarin ga je eigenlijk planmatig vertellen wie je bent, waarom je dit wil gaan doen, wat je sterke en aandachtspunten zijn. Maar je gaat vervolgens ook de markt onderzoeken, kijken wie je klanten zijn, waar ze zitten, hoe je ze kunt benaderen. En zo'n marktonderzoek, waar kan ik dat het beste doen? Waar kan ik die cijfertjes allemaal vinden? Nou, er zijn over een aantal branches kengetallen beschikbaar. Die geven inzicht in de besteding per hoofd van de bevolking en dergelijke. Daarnaast ben je natuurlijk ook benieuwd naar de opbouw van de bevolking. De zogenaamde demografische gegevens, die heeft het CBS voor je verzameld. Dus er zijn een aantal bronnen, kun je zeggen, waar je die informatie kunt vinden. Uiteindelijk zul je, als je dat plan helemaal hebt uitgewerkt, eigenlijk een hulpmiddel hebben om het besluit te kunnen nemen of het voor jullie haalbaar is. En vervolgens kun je dan naar het financiële gedeelte kijken of het ook ingevuld kan worden. Ja, oké, dankjewel. Ik ben echt blij met de antwoorden van de Kamer van Koophandel. Nou kan ik echt mijn bedrijfsplan echt goed gaan uitschrijven en de cijfertjes gaan opvragen om het totale plaatje rond te krijgen.